Oorzaken van criminaliteit. Waardoor ontstaat criminaliteit? Veel voorkomende criminaliteit. Het gaat om massaal voorkomende strafbaar gestelde gedragingen die veel schade veroorzaken, hinderlijk zijn en gevoelens van onveiligheid bevorderen. Dus die in het algemeen licht worden bestraft, zeker bij een eerste overtreding. Wat zijn nou oorzaken van veel voorkomende criminaliteit? Als we even een voorbeeld nemen zoals winkeldiefstal. Dan zie je dat er bijvoorbeeld in een winkel geringe controle is. Dat de kans om gepakt te worden laag is. Dus er is een gelegenheidsmotief. Het is spannend, avontuurlijk. Zoals gezegd, de pakkans is heel laag. Normvervaging kan een reden zijn voor winkeldiefstal. Een slechte opvoeding. Of drugsgebruik. Meer oorzaken van veel voorkomende criminaliteit zijn verveling, ter spel of vermaak, uit frustratie of door groepsgedrag. De harde kern van criminelen bij veel voorkomende criminaliteit bestaat vooral uit jongens. Meestal komen deze jongens uit een gebroken gezin. Vertonen ze spijbelgedrag of komen ze uit een achterstandswijk en vaak is er sprake van schooluitval. Hierdoor wordt de kans op criminaliteit aanzienlijk verhoogd. Maar wat is nou eigenlijk een beroepscrimineel? De meeste pubers plegen wel eens een licht vergrijp. Ongeveer 3/4 van de pubers doet wel eens iets wat niet mag. Maar hoe krijg je die 3/4 toch weer op het rechte pad? En hoe kan het dat ze geen beroepscrimineel worden? Het grootste gedeelte gaat uit zichzelf wel van het criminele pad af. Dit komt doordat ze meer verantwoordelijkheid krijgen. Als ze eenmaal volwassen zijn. Die verantwoordelijkheid komt vaak dan weer voor uit een baan of uit een gezin. Ze houden dus eigenlijk vanzelf wel op met crimineel gedrag. Gewoon omdat ze verantwoordelijk zijn ten opzichte van anderen. Slechts een kleine groep valt in herhaling. Dus ongeveer 5% van die 75% valt in herhaling. De groep die in herhaling valt noemen we dan een recidivist, ook wel een draaideelcrimineel. Verklaring van crimineel gedrag en van criminaliteit. We hebben twee soorten verklaringen, individuele verklaringen en maatschappelijke verklaringen. Individuele verklaringen zijn aangeboren eigenschappen, zoals bijvoorbeeld agressiviteit, aangeleerd gedrag, want het geeft status, een slechte opvoeding, gedrags- en psychische problemen, groepsverband, persoonlijkheidskenmerken en drugsgebruik. Terwijl maatschappelijke oorzaken van crimineel gedrag zijn slechte leefomstandigheden, de samenleving wordt steeds anoniemer, en er is een gebrek aan maatschappelijke bindingen, wat wil zeggen dat je je niet verbonden voelt met de maatschappij om je heen, dus eigenlijk een beetje een soort kluizenaar bent, en gelegenheid maakt de dief. En tenslotte krijg je soms een etiket als crimineel, waardoor je gaat denken van, ach, ik heb het etiket toch al, dus laat ik het maar ook maar gaan doen. Ook normvervaging is een maatschappelijke oorzaak. En de laatste, ongestraft laten van overtredingen. De christelijke visie op het verklaren van crimineel gedrag is iets afwijkender. Binnen bepaalde christelijke kringen bestaat de volgende visie op verklaring van crimineel gedrag. Door de zondeval in de Bijbel is de mens van nature slecht. De diepste oorzaak van crimineel gedrag is gelegen in de zondige aard van de mens. Dus eigenlijk kan de mens zelf niks aan doen, want ze zijn van nature zondig. Deze visie is niet meer echt bepalend in Nederland,